Ik heb de eindejaarsverlichtingen opgesteld. Ja. Dat zullen we ondertussen al wel een beetje kennen. Mm-hmm. Ik ben dus Maart Flipaerts en ik werk bij Vize 2 Basis sinds kort. Via een IBO-contract. De VDAB had mij uitgenodigd voor wat juist een IBO-contract inhield, waar ik voor een aanmerking kwam dan. We zijn dan naar Yodaco geweest, dat is een boekhoudkantoor, waar we verdere uitleg kregen over hoe IBO-contracten juist in zijn werk ging. Yodaco werkte reeds met enkele IBO-medewerkers en ik heb dan een gesprek gehad met de zaakvoerder. Wij proberen jonge mensen in het kader van die IBO, dus die individuele beroepsopleiding, aan het werk te helpen. Ja. We zijn daar eigenlijk al een paar jaar mee bezig geweest, dus we hebben eigenlijk al twee mensen op deze manier geplaatst. Dus Maart is nu de derde persoon die we op deze manier bij Beekland kunnen onderbrengen. Een paar weken later had ik dan een telefoontje gekregen. Hij zei dat hij iemand kende die iemand zocht onder IBO-contractvoorwaarden. En zo ben ik dan hier bij VZ2 Basis terechtgekomen. Ik heb deels administratieve functies en ook boekhoudkundige functies. Ik sta kort contact met de boekhouder hier aanwezig bij VZ2 Basis, Bart Daniels. En ik heb ook een paar administratieve functies. Ja, een beetje divers.